hebben met onze reserve. Goedendag allemaal. Terug te zijn. Heel leuk, maar ik zei al, ik ben vaak hier terug. Ik woon in Zutphen en ieder weekend dat ik hier ben, ga ik op de motor wel een beetje rondrijden en kom ik altijd wel hier in de gemeente. Dus ik ben een paar keer per maand ben ik hier. We hadden het al over de gemeente Berkenland, de bezuinigingen. Is het nu zo dat Berkenland naar uw mening een voorbeeld is voor de rest van Nederland? Want Berkenland wordt wel eens gekscherend Rutteland genoemd in de media. De Volkskrant heeft onlangs een artikel eraan gewijd, heeft u vast gelezen. Nou ja, daar zijn wij trots op. Berkenland, Gelderland, Nederland, dat is wat ons betreft allemaal Rutteland. De VVD is de grootste partij van het land tegenwoordig. Wij doen onze best om te zorgen dat we een kleine, compacte overheid krijgen die doet wat nodig is, maar niet meer dan dat. Die ook financieel orde op zaken stelt. Dat doen we in Den Haag en dat gebeurt hier ook in Berkenland. Dit is een fusiegemeente waarbij een groot landelijk gebied op een goede manier wordt bestuurd en waar de overheid zorgt dat ze niet meer geld uitgeven dan ze aan inkomsten hebben. Ik vind hoe ze hier met hun begroting saneringsoperatie omgaan en hoe ze ook op een voorzichtige manier met hun stevige financiële reserve omgaan hier. Ik denk dat ze het heel goed doen hier. Ik heb er veel waardering voor. Mijn collega Job Cohen van de PvdA was onlangs ook op werkbezoek hier. Die denkt daar iets anders over. Die had het over een kaalslag en verkeerde keuzes die gemaakt worden. Nou ja, kijk, hier, deze gemeente bestaat 6 jaar. En de PvdA heeft altijd deel uitgemaakt van het bestuur. Pas sinds een jaar zit de Partij van de Arbeid hier niet meer in het dagelijks bestuur. Ik ga geen kritiek hebben op wat de Partij van de Arbeid hier heeft gedaan. Maar ik ga wel zeggen dat wat het huidige college doet, dat dat zeer verstandig is. Het is niet gemakkelijk om door te pakken en om de uitgaven met de inkomsten in overeenstemming te brengen. Maar het is wel absoluut noodzakelijk. En hier in deze gemeente wordt denk ik goed gepresteerd door het gemeentebestuur. En als je Berkenland als voorbeeld stelt, dan is het wat mij betreft een positief voorbeeld. Ik ken je van gezicht wel, dus vrouwen en dochter ken ik ook wel. Ja, ja, ik ken die vrouwen van die Volvo, die mooie rode Volvo die je zegt. Die heb ik een keer door de mas gereden. Nee, nee, nee. Dat heb ik gedaan. Zelf door de mas gereden. Rijdt als dit Volvo? Even denken, ik heb nou een Mercedes. Mercedes. Maar ik heb wel altijd Volvo gereden. Ja, die vrouw was heel tevreden. Maar ze zei hij nou in die Mercedes van ons, dat is ook altijd. Ik ga een mooi afdeling. Nee, maar ik ken u van gezicht wel. Dus, okay. Het gebied van de sociale werkvoorziening staat heel wat te gebeuren. Maar is het nu zo dat zo'n bedrijf als Schuurman een voorbeeldfunctie heeft voor Nederland, waar we naartoe moeten met de WVM? Ja, nou, wat wij kijken aan werkvoorziening, sociale werkvoorziening, geven wij in Nederland veel meer geld uit dan andere landen in Europa. Dat is echt spectaculair veel meer. Soms wel een factor 30, 40 meer dan een land wat toch enigszins vergelijkbaar is. We hebben een hele bijzondere sociale werkvoorziening. En wat ik graag wil, is dat we ons realiseren dat het grote aantal mensen wat in die sociale werkvoorziening zit, dat dat in de eerste plaats mensen zijn met mogelijkheden. Mensen die je ook op hun mogelijkheden moet beoordelen en niet op hun beperkingen die ze ook hebben. Iedereen heeft beperkingen. Hier bij dit bedrijf, daar worden de mensen in een commerciële omgeving neergezet waarbij ze de verantwoording hebben om de hele distributie van een grote schoenenketen te laten lopen en een grote sportartikelenketen. En als je ziet hoe een groep van ruim 100 mensen van Hameland dat doet, nou, ik vind het echt geweldig hoor. Mensen die in de sociale werkvoorziening actief zijn, maar die gelijktijdig ook in een commerciële omgeving optimaal presteren. Een dag als vandaag, veel mensen hebben vrij, maar hier wordt gewerkt om te zorgen dat de winkels bevoorraad zijn. Ik vind het geweldig. De doos die klaar zijn, we gaan naar een ingenieursysteem.
Maar er zouden we ook op andere plekken in Nederland naartoe moeten. Dat meer mensen vanuit de sociale werkvoorziening bij commerciële bedrijven gaan. Ja, en dat kan ook, nog op een andere manier dan hier. Hier doen ze het met een detachering. Wat ook kan, is dat de mensen gewoon bij een bedrijf rechtstreeks in dienst komen. En dat er dan door de overheid een financiële ondersteuning wordt gegeven. Dus iemand die heeft zeg maar 50% werkkracht. Nou, die 50% wordt door de werkgever betaald en de andere 50% wordt dan door de overheid bijgepast. Dat is ook een mogelijkheid. De gemeente gaat daar zelf mee aan de gang, want de gemeenten die dragen de verantwoordelijkheid voor de sociale werkvoorziening, voor de bijstandswet, straks ook voor de WAJONG en voor de WIJ, de regeling voor jongeren. Alles wat er op dit gebied gebeurt, dat komt in handen van de gemeente. De gemeente krijgt ook vrijheid wat budgetten betreft. En het zal een hele inspanning zijn voor een gemeente om te zorgen dat, dat het allemaal in de nieuwe vorm op een goede manier georganiseerd wordt. Ook voor de gemeentebestuur van Borculo wordt dat een flinke uitdaging. Ik ben gewoon verheugd dat minister Kamp de gemeente Berkelland voor een spontaan werkbezoek heeft aangedaan vandaag. Hij is ook wel een beetje eigen hier in deze streek, want hij heeft heel lang in Borculo gewoond en gewerkt. Dat zie je ook als hij hier rondloopt. Hij kent een heleboel mensen. Ik vind het ook buitengewoon belangrijk dat de minister naar Berkelland is gekomen. Omdat wij natuurlijk toch moeilijke tijden tegemoet gaan en moeilijke tijden gehad hebben. Die zijn vooral ook in financiële zin. Jullie weten dat we 10% hebben moeten bezuinigen op onze begroting van 81 miljoen naar 1,802 miljoen daarvan af. Dat geeft een hoop reuring, noemen ze dat in deze streek. Dat weten jullie ook allemaal. We zijn heus blij dat van de zijde van het kabinet spontaan een bezoekje wordt gebracht. Notabene door de minister van Sociale Zaken aan dit mooie gebied. Dus hartelijk welkom, nogmaals, excellentie. En misschien zijn er woorden die u nog, of antwoorden die u wilt geven op vragen die gesteld worden door de dames en heren van de verzamelde pers. Dankjewel meneer de burgemeester. Ik vind het fijn om hier in de gemeente Berkelland te zijn. Zoals de burgemeester zei, is dit een beetje mijn gemeente. Ik heb hier een jaar of 28 gewoond en ik ben 16 jaar gemeenteraadslid in Borculo geweest. We gaan straks kijken naar het gemeentehuis in Borculo. Ik verheug me ook zeer op. Berkelland is een prachtige gemeente, dat weten we ook in Den Haag. Een heel mooi gebied, een zeer dynamisch gebied ook. En ik vind het fijn om bij het bedrijf van John Schuurman hier te zijn geweest. Omdat dit bedrijf Schuurman is begonnen in een wijk van Borculo die ik goed ken, waar ik kwam, waar zijn vader in een magazijn, in een schuur achter zijn woning met het bedrijf is begonnen. John heeft dat op een gegeven moment als een goed lopende zaak van zijn vader overgenomen. Maar wat er daarna met het bedrijf is gebeurd is zeer indrukwekkend. Ik heb erg veel bewondering voor wat de ondernemer Schuurman met zijn mensen presteert. En ik vind het ook erg mooi om te horen hoe hier de hele distributie van het bedrijf verzorgd wordt door de mensen van Hameland, geloof ik. Hè? Ja. De sociale werkvoorziening hier. Mensen van de sociale werkvoorziening die hebben veel arbeidscapaciteit en die wordt hier bij dit bedrijf ingezet. Mensen zijn heel trots dat ze bij het bedrijf Schuurman werken. En ik denk dat dit een voorbeeld is voor vele anderen in het land. Hoe je mensen die veel kunnen, maar ook een bepaalde beperking hebben, hoe je die toch in een commerciële omgeving goed hun werk kunt laten doen. Ik vind het ook fijn om hier bij Berkelland te zijn, omdat Berkelland net zoals wij bezig is met een financiële saneringsoperatie. De Rijksoverheid doet dat ook. Net zo goed als Berkelland zijn wij daar niet blij mee dat dat moet, maar wij snappen allebei dat je niet meer geld uit kunt geven dan je hebt. En in Nederland, als gevolg van de crisis, hebben we een paar jaar gehad dat we tot 14% meer geld uitgaven dan we aan inkomsten hadden. Dat is ongezond, dat moet gesaneerd worden. Dan ben je goed op de toekomst voorbereid als je je zaken zelf op orde hebt. Dat doen wij in Den Haag en dat gebeurt hier ook in Berkelland. Dat is niet gemakkelijk, de wethouder die heeft daar een hele zware klus aan. Maar hij pakt dat voortvarend aan en op zo'n manier dat hij niet de problemen naar de toekomst wegschuift, maar zo snel mogelijk, zodra de feiten er zijn, zorgt voor de beslissingen die genomen moeten worden. En dat is ook de beste basis voor een gezonde gemeente Berkelland in de toekomst. Ik vind het een geweldige gemeente hier. Ik ben erg blij om te zien dat na al die jaren dat ik hier weg ben, dat het nog zoveel beter en mooier is geworden hier. En ik heb een goede dag dat ik bij uw gemeente burgemeester op bezoek mag zijn. Dank u wel.